Achilles heeft al heel weinig aanvallers en Rutger Worm, de nieuwe aanwinst, is dan ook nog eens geblesseerd. Dat betekent dat Freek Tonen noodgedwongen eerder zijn rentree moet maken in de basis. Ja, het kan raar lopen. Kleine blessure die Rutger op het moment heeft. Zal gaan betekenen dat ik toch ga spelen, ja. Dus niet verwacht, zeker niet naar zo'n voorbereiding. Maar we zullen zien hoe het zal gaan. En dan verlaten de enige andere overgebleven aanvaller Thijs Hendricks ook nog eens de training met een voetblessure. Maar dat blijkt mee te vallen. Hij kan waarschijnlijk gewoon spelen tegen Jong PSV. Achilles traint normaal altijd 's avonds, maar nu dus een training op vrijdagmiddag. En dat bevalt prima. Een aantal jongens hebben een doorlopende verbintenis met de oude afspraken. Die zijn er helaas niet bij. Niet altijd bij. Vorige week zijn er wel wat jongens geweest. Maar natuurlijk een werkverplichting, dus dat maakt het allemaal wat lastiger. Maar ja, goed, vandaag toch een groepje van 12 en 2 keepers. Dus ik ben wel blij met die extra training. De Groesbeekse amateurs kenden in tegenstelling tot een jaar geleden nu wel een normale voorbereiding. En daar willen ze graag de vruchten van plukken. Het is op voorhand altijd prettiger dat je gewoon een goede voorbereiding kan draaien met iedereen vanaf minuut 1 aanwezig, los van de geblesseerden. Dan vorig jaar, toen er weer na een week iemand inkwam en na 3 weken, et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft prettig. De samenstelling van de selectie, heb je wat meer grip op gehad in die zin dat de kwestie van het promoveren vorig jaar natuurlijk geweest is. Alleen ja, vorig jaar een hele slechte voorbereiding gehad, maar we pakten de eerste wedstrijd een punt bij Emmen. Dus ja, zeg het maar. Ik vind wel dat we verder zijn als vorig jaar. En ja, met name in balbezit vind ik dat we zeker stappen hebben gemaakt. En ik vind dat we een redelijk goede oefenperiode achter de rug hebben. Dus we hebben veel vertrouwen in het nieuwe seizoen.